Zaterdag de vruchten al bestoen en share en believe. Vandaag de vruchten van Puik Art. Tot 9:30, dames en heren, hier. Het eerste half uur van deze maandagochtend even lekker beginnen met die vruchten. Dr. Alman is hier, sing hallelujah. Ja, daarvoor aan de telefoon Daan Gesjer. Goedemorgen, Daan. Goedemorgen. Goedemorgen, jij bent van Puik Art. Klopt, klopt als een bus. En wat is Puik Art? En met Puikart helpen wij jonge productdesigners met in de markt zetten van de producten. Oké. Dat doen wij. Dat doen wij. En met hoeveel mensen doen jullie dat? We zitten momenteel met z'n 8 op kantoor. Ja, wat we eigenlijk doen is we helpen jonge creatieven met in de markt zetten van de productenrol. Omdat ze eigenlijk super creatief zijn. Ja. Maar ze vinden het lastig om het zakelijke aspect allemaal te regelen. Ze komen naar ons toe met leuke creatieve ideeën. En wij produceren het dan en verkopen het dan in ons netwerk. Oké, goed. Hey, en met z'n 8 hebben jullie ook de lijst gemaakt? Ja, zeker weten. We hebben een hele mooie lijst samengesteld. Nou, inderdaad. Mooie gevarieerde lijst hier voor de maandag. Toch? Vond ik ook. Ja. Jullie krijgen van ons de evenste op koffiemokken. Zeer gewild natuurlijk. Die komen ze dan ook naar jullie toe. En mijn vraag aan jou is, waar gaan wij mee beginnen vandaag met Verrukte Albestoende? Ik hoorde de Backstreet Boys, maar ik dacht Brainpower leek me ook wel leuk. Brainpower leek je ook leuk? Nou, dan doen we toch Brainpower, jongen. Het maakt ons allemaal niet uit. Kijk eens even. Hoppatee, Brainpower. Helemaal top, dankjewel. Dag Daan. Hoi, hoi. Doei. Ja, de klant is koning. Zo is het ook, dames. Brainpower. Brainpower. Hoi, zoon. In de Verrukte Albestoende. Ja, de laatste is hier alweer van vandaag. De Verrukte Albestoende van Puik Art. In de Verrukte Albestoende. Ja, de laatste is hier alweer van vandaag. De Verrukte Albestoende van Puik